Kijken we naar 115. Nou, we moeten kijken naar Paalman. We moeten kijken naar Paalman en Sanderman. En we kijken natuurlijk ook naar Kanter en Landewee. Dat zijn de vrouwen. Nou, weet ik niet. Oh, vind ik Amsterdam. Kijk Amsterdam. De Noord-Zuidlijn. Gewoon aan bovengronds. Gewoon versnelling maken. 23 minuten en 20 seconden. Heel mooi doorlopen hoor. Deze grote sportman. We gaan kijken naar de man met nummer 71. Hij doet het goed, maar dat is René Hof. En hij komt met Holte. En mag je zeggen met 111. Dat is die Sint-Februari. Dat is afgeleid die maand, februari, van de Romeinse god Februs. Hè? En dat was de god van de onderwereld. En hier moet je knokken, hier moet je vechten. En dan moet je vier spel aan je nummer doen. Dan waait je niet om. En dan staat de klok op 21 minuten en 43 seconden. Nee, maar de jury moet dat schrijven. Hè? En als al die mensen binnenkomen. Oh, twee handjes in de zij. Twee handjes in de zij. Wat doet hij? Luistert hij naar zijn eigen lichaam? 173. Gaan we kijken naar Gerrit Boswinkel. Bedankt Gerrit, hè? Oh, goed. Gegaan onder 74. Zit hij daar ook bij? Dan is André Leuk. Komen de mannen uit. Kon het niet zien wie daar uit de wedstrijd stapte. Maar dat kan. Maar hopen dat hij niet geblesseerd is. Is het 272? Is dat Ben van Omme? Ben van Omme. Hij kwam als laatste zich melden bij het secretariaat. En hij was eerste uit de wedstrijd. En met nummer 175, Henk Wigert. Ben, ik hoop dat je snel herstelt, hè. Ik weet niet wat er aan de hand is. En dan ga je hier nog die bocht naar links maken. En dan zit je halverwege koers. Het is de man met nummer 53. Is het Gerrit Renssen? Succes Gerrit, hè. Ah, de man uit Holte. 7000 staat erop. Hij ging weg op een schema, 25 minuten halverwege. En dan zit hij mooi onder. Met nummer 243 gaan we kijken naar Erik Tempert uit Eibergen. Erik Tempert uit Eibergen, dan ga ik nog tegen u zeggen dat Eibergen op 16 mei de 10 Engelse mijl gaat organiseren. Op een zondag. 50. Hij won in Eibergen, hij won in Haaksbergen, hij won in Lossen. En hij was vorig jaar in de Bommelaarsloop, liep hij de halve marathon in 1:26. En dat is goed. Brigitte, wat kun je nou doen? Die laatste, je ligt er zo'n 25 seconden achter. Dan hebben we Landewee, een fantastische sportvrouw. Zij heeft al heel vaak die hele triathlon wordt aangebracht. Ze is vaak Twentse kampioen is ze geweest, mag je zeggen. Zie nog eens van onderuit. Bijna 55. Dat zal in november zijn, hè? Kijk, Arnoud. En dat is goed. Oh, dat is Arno van Gadderen. Vind ik goed, hoor. Arno van Gadderen. Altijd goed in vorm. Team is natuurlijk een van die fantastische running teams die daar zo om die 750-jarige stad Amersfoort uit de grond is gestampt. Fantastisch running team, daar moet je erbij zijn.